Aanstaande woensdag heb ik al iets. Dus als jullie kijken, over 2 dagen. Ik zat net even bij te staan. Ik zat door mijn plan te kijken. Zo slecht. Nou, ik merk zo vaak op een vlog trouwens. Zit ik te praten. En dan kijk ik zo. En hoor ik me. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en douche en aangekleed en wel. En het is nu... Hoe laat trouwens? Sorry, ik heb het al vaak, hè. Bijna 1 uur alweer. Tijd gaat hard. Maar wat ik nu ga doen is lekker koffie zetten. En Gaia eten geven. Al 1 uur. Waarom word ik zo laat wakker? Dat vraagt me zo af, hè. Maar ja, ik vind het nou wel vervelend aan mezelf. Terwijl ik eerder wakker wil worden. En tussentijd ga ik even Gaia eten geven. Want ik wil gewoon eerder wakker worden. Want dat is wel lekker zo eigenlijk wat er is. Dat ik wel dag heb. Dat ik wel wat heb aan mijn dag. En dat gevoel heb ik nu niet. Ook niet voor de hitte, om zo te zeggen hoor. Want dat is ook verschrikkelijk. Om doorheen te lopen. Daarom ga ik ook liefst nu niet naar buiten. Al is het lekker weer, ja, ik vind het gewoon niet echt weer om buiten te lopen. Het is echt gewoon, ja, dat is mijn mening wat ik ervan denk. Je smelt er gewoon ervan. Tussentijd even radio aanzetten. En nu maar lekker klaarmaken om lekker koffie te zetten, te editen. Dat moet ik ook nog doen. Dus dat als eerste, editen. Maar... Eerst even lekker bakken koffie. Laten we dat in ieder geval even lekker eerst doen. En dan ga ik bedenken wat ik ga eten. Gisteravond zat ik al te laat te eten. Midden in de nacht zat ik ook nog te eten. Had ik ineens 2 broodjes gemaakt met hagelslag. Het was super lekker, maar ik had echt ineens trek. Ik weet niet hoe ik kon, maar ik had gewoon een trekker broodje hagelslag. Maar ja. Nu ga ik een bak koffie zetten. Een bakje pleur voor goeie murven, geen gezeur. En dan gaan we even klaarmaken om te editen. Tussentijd ga ik denk ik even lekker ook FIFA bij spelen. Dadelijk, eerst editen. Na FIFA. En daarna ook nog Enzo kijken, want die heeft weer een vlog online gegooid net. Dat zal ik even zien. Ook even lekker een bakje ei gegeten vannacht. En nu maar even lekker bijkomen. En maar even een beetje wakker worden. Oh ja, dat kan ik wel doen. Computer aanzetten. Zo, hoppakee. Een beetje ruimte maken. En computer weer aanzetten. Dus dat gaan we ook nog even doen. Even lekker wakker worden. Weet je, ik doe vast mijn haar. Dat ga ik alvast doen. Zo, maar ik denk dat mijn koffie nou klaar is. Haar gedaan. Hoppakee. Lekker een knotje. Het is wel even lekker gewoon. Een knot, maar. En tussentijd. Even lekker bakkie. Dat is ook even lekker. En dan dadelijk lekker editen. Dat moet maar gebeuren. Soms komt het ook niet vanaf. Een lekker bak koffie, heerlijk. Daar heb ik ook wat te trekken in een bakje pleurig. Haasje gedaan, alles gedaan in ieder geval. Zo. Koffiecreme gedaan. Suiker. Zo. Ook weer gedaan. En dan naar de computer. En dan gaan we lekker gaan editen. Dat moet ook maar even gebeuren. Dus lekker radio's aan, koffie en editen maar. En tussentijd lekker gerenderd en vlog bewerkt en ingepland nu alweer. Ga ik even kijken of ik nou een koffie wil op heb. Ga ik mijn 2e bak koffie zetten, maar ik weet niet wat ik vandaag ga doen, maar ik heb wel dingen al in planning. Aanstaande woensdag heb ik al iets. Dus als jullie kijken, over 2 dagen. Want als jullie nu kijken is het...
maandag alweer voetbalweekend gehad. En ben naar Feyenoord geweest. En dat ga je binnenkort zien in de vlog. Tuurlijk. Want ik ga erheen. Mensen, voor mijn gevoel, ik ga erheen. En voor jullie ben ik erheen geweest. Dus dat kun je ook al verwachten. En wat ik ook ga doen is vanavond voetbal kijken. En alleen ik weet niet wie er vanavond moet voetballen. Dus we gaan even zo meteen even kijken wie er vanavond moet spelen. Ik ben wel benieuwd wie er vanavond moet. En nu maar lekker een bak koffie zetten. En even lekker rustig aan doen. Want ik ga niet in de hitte van 32 graden naar buiten. Ja, dat had ik gisteren ook al gemeld. Dat vind ik gewoon ja, te benauwd. Ja. Wat ik wel ga doen is kijken voor slippers. Want die had ik ergens liggen. Zit ik ineens te bedenken. Ik dacht, hé, wacht eens even. Zijn er één rem om te bedenken? Ik ga slippers aantrekken. Ja, ik zie ze al. Hoppakee. 1. Dat is 2. Hoppakee. Oh, dat is een tijd geleden dat ik die aan heb gehad. Pak ik die überhaupt nog wel? Zo, ja. Past er nog. Nice. Maar ja, die heb ik er lekker aan, dus dat is ook even lekker. En nu maar naar mijn koffie. Lekker met slippers lopen. Oh, dat is een tijd geleden, zeg. Lukneters. Even wennen. Dat is zo'n teenslippers, weet je wel. De heel lang heb je dan niet gehad. Dat eigenlijk, ja, dit. Ja, oké. Okay. Niet op mijn voet letten, maar dat ziet er niet uit. Dan weet je ineens dat teenslippers moet doen. En dat je hem echt aan moet wennen. Ja, wacht, jij hebt een beter zicht. Ja, nice. Wow. Maar oké, okay. Koffie. Zo, dat is de koffie lekker gemaakt. Daar heb ik de melk net even in gedaan. Ik dacht, ja, doen we dat even. Oh, maar nogmaals, echt iemand is nog steeds aan wennen. Wat een raar gevoel. Vooral als ik stappen doe. Maar als ik gewoon sta, dan voelt het gewoon normaal. Gewoon gewend. Maar ga lopen voel ik gewoon, ja, ja, raar gevoel. Oh, en nu maar even relax achter de computer. Lekker de Rijn rechter te kijken, super tof. En ik zat net even bij te staan, ik zat naar mijn plant te kijken. Zo slecht voor mij. Zo slecht. Ik kan hem wel even laten zien trouwens. En Goya denkt dat hij eten krijgt, maar ik heb dat net even snel gedaan. Maar kijk hoe die plantjes eruit zien, let op. Nou, zo zien dus mijn planten nu eruit. Wow. En dit is wel het ergste van allemaal. Slecht. Ja, en dan toevallig dat ineens iemand tegenkwam die we wel praten. Tussentijd denk ik, Goya nog steeds dat hij eten krijgt. Weet je, ik denk dat ik het toch wel even ga doen. Ja, zo net zoals zo netjes. En dan moet ik dit nog ook even opruimen. Ik ga denk ik nog even weer een wasje draaien. Moet ook maar even gebeuren. Maar tussentijd. Ook maar even wat ik hierna ga draaien. Ja, dat wasje wil ik sowieso gedraaid hebben. En dan, ik merk zo vaak op de vlog trouwens, zit ik te praten en dan kijk ik zo en hoor ik mezelf zo op. Zo irritant. Ik ga ook binnenkort voor jullie dit. Dan denk ik dat jullie dit wel horen. Of als het goed zit daar een microfoon, dan moet ik even een beetje meer in het licht staan. Voor mij zit hier met een microfoon namelijk. Als ik het goed heb. Ja, ik zie ze al hier. Zit mijn microfoon. Ik denk dat jullie dit wel horen. Dit. Nou, daar zit dus mijn microfoon. Dus ik denk als ik hem nu met duim op doe, dat jullie niks horen. We gaan even testen. Ik weet niet of jullie hem horen, ja of nee. Maar ik ga dadelijk zien met me als ik ga editen namelijk. Maar, ik denk dat jullie me niet hebben gehoord. Wat ik net zei. Wat ik eigenlijk net zei, ik denk dat jullie me niet horen. Dat zei ik, maar dat hoor ik bij editen. Dat had ik gezegd. Dat zei ik nou net. Voor mensen die willen weten wat ik heb gezegd. Maar voor mij heb ik niet één, maar ook twee. Ja, ik heb er twee trouwens. Dus jullie hebben zachtjes gehoord, denk ik. Eén kant niet, de andere kant wel. Tussentijd heb ik weer een lekker bakje koffie gezet. En echt enorm prachtig weer. Toen kwam net de cliënt naar buiten en die zei dat de brief was over brandmelding. Dat zal wel. Maar ja,
daar ga ik geen druk om maken. En in ieder geval nu heb ik maar lekker bakkie pleur voor goedemorgen. En ik zeg dat elke dag. En zoals sommige mensen reageren, dat vind ik zo prachtig. En maar ook prachtig dat er sommige mensen me kan je aan denken. Dat vind ik super lief en tof om te horen. Maar ik vergeet hem niet. Hij krijgt zo'n nogmaals. Hij heeft eigen voedingsbakje. Een waterbakje waar elke dag al vers water uit krijgt. En nou, hij drinkt trouwens uit en dan wordt het water minder. Dus dan moet ik elke keer weer water bijvullen. Jij wil brokjes, hè? Jij wil brokjes, hè? Proef. Ja, brokjes. Ja. Knuffel heb ik je baas, hè? Ja. Wat ik heel graag doe, naast tijd, hij heeft zo'n tuigje om. En daar trek ik soort van aan. Ik denk dat hij uit de. Bij de vandaan de. Dan zeggen bij die bakje vandaan komt, want anders gaat hij echt met zijn pootjes en dat wil ik niet hebben. Alsjeblieft, jongen. Zo, hij ook weer eten, hij ook weer blij. En tussentijd zat ik net te denken, maar dacht ik me laat maar zitten. Hier wou ik eigenlijk gebakken ei maken. Ik dacht nee, laat maar, dat wordt er wel te laat. En het is nou al tussentijd, laat nu is 4 uur. En ik dacht, nou laat maar. Ik ga ook nog avond eten en dan gaat dat misschien hier op namelijk. Maar ik ga lekker verder kijken naar rijrechter met een bakje pleur van Goeie Meur. Tussentijd ook lekker een potje FIFA. En ik had op Snap Snap gezet van wie heeft. Even kijken, hoe heet het ook weer? Die app. Die Origon. Zoiets als ik goed uitleg. Of iemand die heeft voor account om een keer live te spelen. En toen kreeg ik hele leuke reacties terug op Snap. Gamen is tijdverspilling. Aan de ene kant heb hij wel een punt. Maar ja, wat moet je anders doen als je thuis niks te doen hebt? Eigenlijk, om zo te zeggen. En weet je wel, tijd wil doden. En ja, dat dus. Maar ja, tussentijd. Maar lekker. Rijden naar rechts kijken en FIFA. Ja, nou we dat even lekker. FIFA. Ik zat net te kijken op mijn computer voor gewoon even lang leven liefde intypen. Ziek te kijken. Ik zit al mijn oude filmpjes te kijken van lang leven liefde. Niet de nieuwe. Als ik goed heb. Dan ga ik even voor de zekerheid wel goed kijken. Als ik op YouTube kijk, is dat niet zo. Even kijken hoor, want dat kan ik zo zien. Dus playlist. Dan staat er natuurlijk vals voor op. Kipido en zo. Oh, staat er ook nog op. Lachen. Die programma ken ik. En even toevallig gewoon even kijken of ik wel gelijk heb. Even kijken of ik wel gelijk heb, wat ik nou zeg. Nee, ik heb niet gelijk. 1 is verborgen. Dat dacht ik al. Ja, ik ga gewoon door wat ik kan kijken als verder kijken en dan is lang leven liefde. Dat is Kylie en Patrick. Dus, maar ja, ik ga in ieder geval wat ik ga doen, is dus het kijken. Maar niet alleen dat, maar ook even eten voor nu te doen. Dat is tomaat, komkommer en honingdressing dat ik eerder heb gegeten. Dus doe ik die erbij met een lepeltje erbij voor de saus. En dan ga ik lekker eten.
Dus dat ga ik sowieso even lekker doen. Super lekker is het. En ja, geen zadel geweest. Ik ga gewoon even wat ongezond eten. Wat ik wel lekker vond. Maar nu ga ik dat kijken. En tussentijd lekker deze salade. Maar lekker eten. Dus. En hem openmaken en eten maar. Let's go. Eet smakelijk. Heb ik net een paar uur geleden. Het is nu eigenlijk. Oh, ik wou zo doen. Ik wou letterlijk zo doen. Kijk hoe laat het was. Maar ja, wat ik dan bijpak is mijn telefoon. En het is 10 uur geweest. Bijna 10:30. En ik heb eigenlijk nog ineens trek. En niet alleen ik, maar ook Ganja. Hé Ganja? Zit hier voor me. Hé Ganja? Ja, heb jij ook trek? Hè? Heb jij trek? Oh, kijk die mooie ogen van hem ook. Zo schattig om naar te kijken, maar wat ik heb gedaan is eigenlijk vast boter erin gedaan, pan warm gemaakt. En dan even kijken. Oh wacht, ik heb iets verkeerd gedaan. Dat ga ik even goed doen. Ik heb te veel boter gebruikt. Deze doe ik even weg. Moet ik even inpakken weer, want anders heb ik echt te veel boter. Dat moet ik ook weer niet hebben. Ook weer gedaan. Want anders heb ik echt te veel boter en dat wil ik niet hebben. Zo. En dan ga ik dadelijk even lekker eitje bakken. Want daar heb ik namelijk trek in. Dus jij ook, hè Ganja. Maar dat mag je niet. Nee, dat mag je niet. Ga maar weg. Zo. En dan ga ik tussentijd nog even, voordat het echt helemaal goed klaar is, al heb ik eigenlijk ook een bak sla gegeten net, zoals jullie hebben gezien, ga ik YouTube kijken en dan lekker nog een bakje eieren. Dus door hoor. Maar ja, dus laten we dat even doen. Ik denk dat de pan nu warm is, dus wat ik nu ga doen is lekker ei ingooien en dan lekker alles klaarmaken en wel. Zo. Hop. Zo, dat is 1 ei. Ah, dat is jammer. Het dode gaat kapot. Zo irritant, ik weet niet wat jullie altijd hebben. Ik heb liefst altijd hele dode. Ah, en de 1 hele. Dat is mooi. Wat we dan gaan doen, zet ik hem even wat lager. Dan ga ik nu ham en kaas erop gooien. Dat is altijd lekker. Dus, dat is lekker. En tussentijd heb ik eigenlijk ook mijn... De radio wordt harder gedaan, omdat ik het ook wel lekker vind en dat ik wel even wil horen. Nee Ganja, die krijg je niet. Niet voor jou. Zo, dat is ham. En dan kaas. Er ligt nog half plakje erin, maar ik gebruik wel deze plakjes. Want ik denk dat dit al voldoende is, mijn gevoel. Nou, half genoeg. Ik de rest wel op. Het is vind ik wel een zonde. Maar die wil ik liggen. Dus pak nog hier een beetje van. Ja, deze eet ik wel op. Ook eens een keer lekker. Maar ja, en dan kruiden. Dat is zout. Paprika poeder. Peper. En een knoflook. Dat was het. Hoppakee. En klaar is het. Nu wachten tot hij goed klaar is. En tussentijd ga ik maar even maar dingen in de koelkast leggen wat in de koelkast hoort. Zo. En dan wachten tot hij klaar is. Dus lekker smullen maar van de gebakken ei. Nou, het eitje is klaar, gelukkig. Pan uitgezet.
nu ga ik hier lekker van genieten, gebakken ei. En dan ga ik er lekker YouTube bij kijken. En gelijk kon Ganya hier gluren. En Ganya? Maar ja, in ieder geval even lekker eten. Al is het 12 uur geweest, ik ga even wat openzetten. Want dat dacht ik, dat is zo even lekker. Hé Ganya? Want wat ik hier open ga doen is eigenlijk deze deur. Want ik ging net al even lekker buiten staan. En toen voelde ik dat een beetje aan het afkoelen was buiten. Ik was helemaal vergeten. Ik had het al eerder moeten doen. Want als ik nu binnen zit te kijken hoe warm het nu is, is het 29 graden. Dus alle warmte hebben hier allemaal vastgezeten. En nu moet het alweer naar buiten. Want anders kan ik niet slapen, dat weet ik nu al, door de warmte. Dus gooi je even lekker deze erover. Doen. Even afkoelend. Dit. Ja, wel lekker afkoelen. Dus dat in ieder geval. En het is heel erg pokkendonker als jullie zitten kijken. Ik weet niet of jullie me goed kunnen horen. Anders heb iedereen dingen hoog. Volgens mij als ik kijk, ik praat even wat zachtjes, omdat ook mensen liggen te slapen misschien. Alweer het weekend. Nou ja, ik denk dat hier de warmte doorheen gaat. En dat we dan ik lekker kan slapen, beter kan slapen. Dus dat vooral. En ik heb gelukkig ook nog lekker ventilatie hier aan staan. Dus dat helpt ook wel een beetje met verkoeling. Dus in ieder geval, niet meer. Even verder spelen en wat harder zetten. En wat ik ook ga doen, is wat anders. Dat is deze spijtbus. Want ik denk. Want ik ben nu dit aan het schoonmaken. Er zit allemaal viezigheid, er zit allemaal stof in. En ik denk als ik dit doe, dat dit allemaal wel beter kan. Ik moet ook niet heen daar. Maar ga ik ook bij andere ventilatoren doen. Dan zet ik heel even deze licht aan. Want die zit ook helemaal onder de stof. Zo. Ah. Even kijken, maar ik zie allemaal stof al vanaf komen. Hallo, doe je nog? Ja, juist. Zo, kijk. Oh, wacht even. Ik doe even anders. Ik doe even zo. Kijk dan allemaal anders. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar ik doe allemaal stof vanaf. Kijk dan. Niet normaal. Hier gaat het helemaal na. Viezigheid komt er vanaf. Maar dat moet juist even, want het wordt hier in ieder geval wel schoon. En dan wordt het ook een beetje koeler. Deze is wel de ergste van allemaal, deze ventilator. Ja, ik kan het onder de kraan doen, maar ja, dat is ook weer allemaal gedoe. Want het houdt allemaal warmte tegen. Dat is het punt. Ik probeer het allemaal af te krijgen, maar... ga moeilijk. Maar denk dat het juist nog maakt dat wel helpt. Zo, maar we gaan het zien. Maar ja. In ieder geval hoop ik dat het werkt en dat het lekker koeler wordt. Nog even hier deze nog.
Hoppakee. En dan ga ik lekker verder met potje FIFA. Zoals ik kan je hebben. Ik kon hem vanochtend al niet vanmiddag al niet vinden. Zat hij ergens voor me achter de bank. Of achter de tafel. Of kwam hij ineens daar vandaan. Dat is oké. Waar heb je gezeten? Dat gekregen zo. Hé, kan je? Ja. Ja. Nee. Ik krijg geen eten. Maar ja, het is ook even lekker om de buiten temperatuur even aan te houden. Even lekker afkoelen gewoon zo. Ook een keer lekker. En morgen gaat het super, super, super tof proberen, hè, mensen. Het zou ook nog super, 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 super tof kunnen worden. Maar ja, dat gaan we morgen zien. In ieder geval nu even lekker relaxen. En lekker potje FIFA nog. Gelukkig heb ik gewoon een week vrij. Nog een... trouwens de laatste week. Ik zit weer in het sloopje zo van achter me. Maar ja, in ieder geval de laatste week. En dan moet ik weer werken. Helemaal geen zin in. Maar ja, deze is de laatste maandag dat ik vrij ben. En dan volgende week maandag. Daarna moet ik weer werken. Dan moet ik weer lekker vroeg op. Geen zin in. En dan ben ik lekker een ritje aan het relaxen voor de computer. En ik ga dan lekker klaarmaken om naar lekker een bed op te gaan. Al is het nu bijna al 5 of 6 trouwens. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor kijken naar deze vlog. Moet ik eigenlijk trouwens voordat ik het echt helemaal afsluiten. Ik heb even tijd FIFA en Lang Leven de Liefde lopen te kijken. Superleuk. Maar nu ook klaarmaken om naar bed om maar te gaan. En dat doe ik me nou als ik een week of vrij ben. Dat doe ik dit dan. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in GroenNeel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En voor wakker worden hoor. Zo, de knijters. Dus daar heb ik een beetje een paar keer echt op bed gelegen. Een paar keer op de computer. En dan heb ik even lekker de was gedaan. En tussentijd gewoon even lekker relaxen. Ik weet niet wat ik ga niet zitten, maar ik ga het buiten lopen.